Ik ben Lilian de Rek en ik ken Annette via de TIC. De eerste TIC hebben we met een groep van 4 vrouwen gedaan. En de MIC en ik doe nu de Duurzaam Ondernemers TIC. Aha. Ja, dat is heel toevallig via het internet en toen heb ik Annette een keer gebeld. En het was gelijk een klik aan de telefoon. Toen ben ik een keertje met de testdag geweest. Toen dacht ik van ja, dit is het. Dit moet ik doen. Ja, ik heb er heel veel van geleerd. Heel veel van geleerd. En ik ben meer gaan focussen op de creativiteit. Okay. En dat is heerlijk.